Hartelijk goeiedag en welkom bij deze nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. Het is ons dagelijks programma waarbij we dus informatie verschaffen, inzichten geven en natuurlijk de updates nagaan voor wat betreft deze COVID-19 pandemie die de wereld nog steeds in haar greep heeft en Suriname die ondervindt daar natuurlijk ook de effecten van. Als we even terugblikken dan zien we dat we tien bevestigde gevallen hebben gehad. Eén persoon is jammer genoeg overleden, negen mensen die zijn helemaal beter geworden. Dat is natuurlijk een goed teken, maar we hebben op dit moment nog 513 mensen in quarantaine. De overheid is begonnen met de repatriatievluchten. De mensen die in het buitenland zitten, die worden nu teruggehaald naar Suriname. Dat vergt natuurlijk veel logistieke organisatie, maar langzaam maar zeker komen er steeds meer Surinamers terug naar eigen land die misschien wel heel lang in het buitenland hebben gezeten. In ons programma hebben we elke dag een gast. En onze gast van vandaag is iemand die alom bekend is in zijn vak. Misschien wel de representator van alle anderen die dat doen. Heeft Suriname heel vaak vertegenwoordigd op zijn vakgebied. Ik praat over de kunstenaar Charles Streukelblok. Charles, ik zal maar hey. zeggen Sjors. Hey. Van harte hey. welkom in ons programma. Dankjewel, Marciano. Sjors, het eerste geval werd op 13 maart bevestigd. We zijn nu 12 mei. Dat betekent dat op één dag na is dat twee maanden. Even los van je werk, los van je kunstenaar zijn. Als persoon, je streukelblok, als surinamer. Hoe heb je de afgelopen twee maanden ervaren? Nou, ik moet zeggen, uh, ja, heel erg sinouslovend, uh, 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 moet ik zeggen. Omdat je normaal je eigen werk je ziet wat er gebeurt en dat er dan dingen gebeuren dat je dan niet uh, ja je kan bepaalde dingen niet meer doen en uh, zoals ja 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 je, je moet rekening houden met de maatregelen je moet sowieso uh, 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 dat in mind hebben en zelfs de scholen die uh, blok waar ik lesgeef die is gesloten als kunstenaar moet je kan je geen mensen meer ontvangen dus uh, het was even van Nadenken van hoe en wat, hoe, gaat dit, uh, hoe gaan we dit oplossen? Hoe gaan hmm. we verder? Dus uh, als kunstenaar moet ik zeggen, er waren bijna geen exposities meer. Ja. Dus je kon nergens naartoe. Ja. Dus uh, je moet thuis blijven. En het enige wat ik deed was meer schrijven en ook uh, ideeën. Ja, en kijken van wat kunnen wij ook als kunstenaar betekenen voor ja. de samenleving. En er wordt steeds gesproken over de de zwaar getroffen sectoren, en dan denk men steeds aan de horeca, het toerisme. Ja. Maar daarnet in het voorgesprek uh, ja. maakte hij een opmerking tegen, tegen Kevin Hetley, waarbij hij zei, onze sector, de kunstsector, is een van de zwa meest zwaar getroffen sectoren ja. in het kader van deze COVID-19 pandemie. Ik, ik snap dat niet zo goed. Wat, wat zijn de zware negatieve effecten die jouw sector, de kunst, heeft uh, moeten ondervinden? Nou kijk, wij zijn, uh, zijn kunstenaar, we zijn artiesten. En waar je duidelijk ziet, is dat uh, we niet meer publiek kunnen uitkomen. Er worden geen shows meer gehouden, geen kunstexposities meer. Dus uh, je hebt mensen nodig. Je moet laten zien wat je kan. En, en, en ja, je ziet, weet je, kunst is ook iets waar uh, je niet elke dag naartoe gaat en zegt van ik koop iets. Mm -hmm. En wie zijn de mensen die kopen? Dat zijn mensen die bijna ja, die alles in huis hebben en kunnen zeggen van, nou ik wil wel een struikenblok, ik wil wel een, een, een kunstenaar in huis, een, een schilderij van een kunstenaar. Dus je gaat dan iets kopen bij die mensen. Ja. Maar, dat gebeurt helemaal niet meer. Het is, dus echt gewoon, weg te vallen. Het is gewoon helemaal weg ja, het is helemaal weggevallen. Maar er zijn mogelijkheden waar je internet hebt en zo. Maar je voelt het als kunstenaar van, hey, ik kan niet meer vrij bewegen. Ik mm -hmm. kan geen mensen meer ontvangen. Want heel veel van ons zijn afhankelijk daarvan. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is getroffen. Uh, 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 je gaat moeten kijken naar mogelijkheden. Je gaat ja. kijken naar andere mogelijkheden. Van hoe, gaan we, hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we uh, uh, toch de mensen. Een beetje beïnvloeden, een beetje laten zien. Heb je dat kunnen doen? Uh, ja, we hebben de laatste tijd hebben we, uh, 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 we hebben gesproken over websites, we hebben gesproken over Facebook, we hebben gesproken over uh, 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 social media, van hoe kunnen we dat gebruiken. Want we kijken ook wat, uh, wat internationaal gebeurt. Mm -hmm. Want exposities in het buitenland, waar ik ook soms deel mee, deelneem, en dan uh, zie je van die zijn ook. Alles is gewoon stopgezet. Ja. Dus je denkt van, nou, hoe ga ik laten zien wat ik allemaal doe? Weet je, wat, wat mijn werk inhoudt. Uh, uh, uh. Dus je gaat op een of andere manier proberen te posten op Facebook. Wat gaan we doen? Gaan we een expositie online zetten? En dat heb ik gezien ook in Nederland: dat de, uh, uh, organisaties doen, ze nodigen mensen uit. Maar in plaats van een uitnodiging dat je komt, moet je een werk opsturen. Ja. Dus dat zijn oplossingen die we nu zitten te bedenken. En kijken van hoe gaan we toch naar de mensen toe, ja. maar via social media. En nu sta jij hier als uh, George Struikelblok, als, ja. als individu. Maar je praat steeds over we. Ja. Dat, dus ik, ik, ik neem me zo voor dat er contact geweest is tussen kunstenaars. Want het is, het is een heel breed vlak. Ja. Tussen kunstenaars. Wat is de algemene gedachte van zeg maar, de groep van kunstenaars in het kader hiervan? Ja, dus eigenlijk uh, als ik praat over we, praat ik eigenlijk omdat ik de voorzitter ben van de federatie van beeldende kunstenaars okay. in Suriname. En we hebben in principe al uh, ja, ons, uh, onze ledenbestand, We hebben bijna 50 kunstenaars die aangesloten zijn. Dus vandaar dat ik heel veel over we praat. Mm -hmm. Maar ik wil ja, er ook vind, natuurlijk vind ik goed, bij. Dat vind want samen is het, is het toverwoord. <laughs> ja, 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 want je helpt elkaar, je kijkt wat de andere uh, uh, heeft als idee. Hoe kunnen we, weet je, dus zo proberen we te kijken hoe we... Uh, de sector een beetje kunnen opboeten, vooral voor deze periode van uh, COVID-19. Hoe gaan we ermee om? Mm -hmm. Want het leven gaat door. En je moet alternatieven zoeken, je moet mogelijkheden vinden. En kijken van hé, hey, uh, vandaar dat we bij elkaar komen en praten daarover. Oké, okay. en je hebt kort gesproken over GR Blok, dat is, dat is jouw ja. jou, jou, jou school. school. Wat is GR Blok, kort? Nou, GR Blok is eigenlijk een uh, stichting. Dit is uh, G-Art Blok, Contemporary Art and Studios. Is waar we eigenlijk een boost willen geven aan de Surinaamse kinderen, de jeugdigen, om, om, om creatief bezig te zijn. Mm -hmm. We zien dat er ook andere instituten zijn, maar dat was altijd een droom van mij geweest, een uh, passie geweest. Van ik wil toch overdragen. En zo heb ik uh, de G-Art uh, Blok, uh, de stichting, gestart. En los daarvan doen wij ook grote tentoonstellingen, mm -hmm. want we hebben een grote hal. Waarbij we dan ook uh, kunstenaars uit het buitenland kunnen laten komen. En dan hier een, een, een expositie doen. Of een exchange-program ja. met ze doen. Dus dat is in principe wat we Je praat de, over GR-blog die inspireert kinderen om te komen tot kunst. Hoe, hoe, hoe doen jullie dat? Nou, we geven les. We hebben uh, een programma van drie maanden. En dan kunnen kinderen zich inschrijven. Ze kijken wat we allemaal gaan doen. En dan geven, we hebben we docenten. We hebben docenten aangetrokken. Dus die dan uh, specifiek bepaalde vakken geven. En ook wat heel bijzonder is bij GR Blok is dat wij niet dat wij veel verder gaan, bijvoorbeeld uh, uh, digitaal. Dat we kinderen ook op de computer laten ontwerpen, tekenen. Mm -hmm. Weet je, we geven Photoshop's. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, photoshop waar kinderen kunnen omgaan met uh, een camera. Dus hele aparte dingen. Niet uh, alleen tekenen, ja. niet alleen schilderen, maar ook ander soort ja, opdrachten. Ja. Je vertelde net dat in het kader van COVID GR Blok even stil ja, nee? was. Ja, e <laughs> was wa waren, er, waren er in deze periode waren er activiteiten voor GR Blok? Ja, we hadden eigenlijk gepland om uh, eind april. Ja, eigenlijk zouden we een expositie hebben. Want om de drie maanden hebben we eigenlijk een expositie van wat de kinderen hebben gedaan. En uh, ja, dat is gewoon niet doorgegaan. De kinderen die konden ook niet meer komen op school. Maar. We, nu met de versoepeling gaan we kijken dat we toch de kinderen daar kunnen krijgen, maar dan ja, in afneming van, van al de maatregelen. Mm -hmm. Dus uh, we kijken, maar niet dat we stil zijn blijven zitten. We hebben de kinderen opdrachten gegeven om thuis te werken. En hoe, hoe reageren ze daarop? Um, nou, we krijgen uh, appjes van de ouders van uh, het kind wil komen naar les omdat het zo gezellig is, zo leuk is bij ons. Dus uh, ze vervelen een beetje thuis. Toen hebben we gedaan: nee, laten we snel inspelen. En we hebben ook een samenwerking gehad met verschillende organisaties, zoals de UNICEF. Hebben wij dan een, een filmpje kunnen maken? We hadden het eigenlijk voor ad blok gemaakt, maar UNICEF vond het heel mooi. Mm -hmm. En we hebben dat filmpje ja, een beetje. Gemaakt naar wat zij precies wilden hebben, om dan eigenlijk het Surinaams kind een beetje te stimuleren. Van doe iets thuis. Je hoeft niet alleen te zitten achter of voor de televisie, maar dat je ook creatief bezig gaat zijn. Mm -hmm. En dat zijn uh, de filmpjes ook, dat kinderen ook zeggen, bijvoorbeeld: van handen wassen. Weet je, uh, 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 houd twee meter afstand. Weet je, dat, dat ze ook weten wat er speelt. Ja. En sommigen hebben hele mooie tekeningen gemaakt en die hebben we gebruikt. Voor een filmpje. Ja. Dat is een manier van een bijdrage leveren zeg maar, ja. aan ja. het voorkomen van de verspreiding van COVID-19 met, met de kinderen van GR Blok. Ja. Maar hebben jullie als zeg maar, federatie van, van kunstenaars ja. ook, ook iets bedacht om een bijdrage te leveren? En als dat zo is, wat hebben jullie bedacht? Nou, ik moet zeggen, we hebben uh, heel veel gedaan. We hebben als voorzitter heb ik, uh, nou, we keken elke keer naar de, naar de maatregelen, naar de persconferenties, weet je, wat men allemaal zei. En ik dacht als kunstenaar van, uh, wij zijn ook in de gemeenschap. We voelen ons ook betrokken in alles wat er gebeurt. Dus waarom zouden wij ons bijdrage niet kunnen leveren? Um, toen heb ik uh, een appje gemaakt. Ik dacht van ik stuur het naar al de kunstenaars van uh, jongens, wat denken jullie? Uh, 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 zouden we iets kunnen betekenen qua, qua maatregelen? Kunnen we. Want je hoorde vaak mensen, mensen blijven thuis. Weet je? Ja. En dat gebeurde niet. Toen dachten we van: hoe gaan we dit aanpakken, zodat we toch naar de mensen toe kunnen brengen, zodat ze dat kunnen zien. Toen kwamen we, kwam we op het idee van spandoeken maken. En we hebben zeker iets van twintigtal spandoeken gemaakt. Niet dat ze op straat zijn gemaakt, ze zijn thuis gemaakt. En we hebben ze toen uh, gedisplayed op uh, verschillende hoeken ja, ja, ja. van straten. Waarbij je dan, als je langsrijdt, dat je het ziet en dat het een beetje gaat inwerken op je. En daarna hebben we posters gemaakt. Toen heb ik gezegd: van, hé hey, jongens, gaan we verder? Laten we kijken van uh, wat kunnen we verder doen. En we hebben ontwerpen van uh, posters uh, ja, we hebben het gestuurd naar het de, de managementteam. Van kijk, we willen dit ook doen. Wat vinden jullie ervan? En het was gelijk: van, hé, hey, dat vinden we prima. Hele mooie teksten. Want we hebben ook teksten gebruikt waar. Weet je, die Wakamaan-teksten. Ja, 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 van hé, hey, ja, ja, ja. Tana oso, ja. Corona kan Ja, ja. En, en dat soort teksten. Dus we hebben ook 250 posters gemaakt. Wow. En die hebben we aan volksgezondheid gegeven. En die hebben ze toen verspreid. En ja, en zo doen de. Nu hebben we met de veiling, dus uh, met su, su heb ik de kunstenaars ook gevraagd van, uh, jongens, wat gaan we doen? Laten we kijken dat we ook iets kunnen betekenen voor de samenleving, want uh, weet je, het, het, het raakt iedereen. Ja. Weet je, dus toen, uh, het was buiten verwachting, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb uh, gevraagd of ze kunstwerken hadden, en ik kreeg plotseling 22 kunstwerken oh. van verschillende kunstenaars. Qua beelden, tot uh, keramiek, tot schilderijen en uh, die staan op de website van Sufosu voor de veiling. Alles wat verkocht wordt, gaat naar Sufosu. Wordt er verkocht? Uh, ja, we hebben uh, volgens mij net één of twee kunnen verkopen, maar het staat nog steeds mm -hmm. op de website. We willen mensen dan vragen om te gaan kijken, weet je. Het zijn uh, topkunstenaars die iets willen betekenen, maar je geeft geld en je krijgt een schilderij. Ja. Weet je, dus dat is toch iets. Ja, ja. Zo uh, so hebben we uh, uh, dat ge, sa, ja, samen met uh, Sufosu gedaan. En uh, het staat er nog steeds. Dus uh, mensen kunnen altijd nog kijken en zeggen van hé, hey, ik vind het werk mooi. Mm -hmm. En ik moet zeggen, het is heel redelijk in prijs hoor. Uh, de goedkoopste is 50 US dollar. En de duurste is volgens mij 1000 dollar. Ja, dat is te doen. Dat is te doen. Weet ja. je wel, de kunstenaars hebben natuurlijk. Het het kwaliteit. Een beetje ja, ja, ja. Ja, gedrott omdat we dat geld ook willen ophalen voor, voor, ja, voor Suriname. Ja. En bijvoorbeeld, jij zelf uh, doet veel buiten ons huis. Je hebt zoveel andere dingen dan behalve kunstenaars. Maar die waren even zeg maar, op het laag pitje. Ja. Heeft dat je de gelegenheid geeft om thuis veel meer zelf te werken, te schilderen? Ja, zeker wel. Uh, ik werk niet thuis, want ik heb een, uh, een atelier. Ja, ik een ja, apart. Ja, ja, dus ik ga speciaal naar het atelier. Stop niet, gewoon van huis uit naar het atelier. En ik ga werken. Uh, zonder dat je het weet wat je beïnvloedt ja. van wat er zich afspeelt. En ik heb ja, taal, drie taal schilderijen gemaakt. Die daarover gaat, over COVID-19. En uh, je ziet dat het niet mij alleen beïnvloedt, maar als je op Facebook kijkt, zie je ook andere kunstenaars die dan ook dingen posten. Dus je wordt zodanig beïnvloed met wat er zich afspeelt in de wereld. En uh, 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 we moeten lang blij zijn dat het niet zo erg is in Suriname als je kijkt naar ja, internationaal. Actueel. Dus dat, de beelden die je daar ziet, die, die, die spreken van: weet je, het, 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 is, het is niet makkelijk. Mm -hmm. En het is niet. Om grappen mee te maken. Dus we hebben het tot zover zo goed kunnen houden, laten we het zo blijven houden. Ja. En uh, het beïnvloedt ons als kunstenaar. Je ja. ziet het ook bij de liedjes. Hè? De kunstenaar die. Zoveel mensen die daarover gaan ja, zingen. Klap, hier, je, dus, uh, je blijft uh, ja. beïnvloeden. En dan nog, uh, het is, is zo'n lastige crisis. Niemand hmm. weet wanneer die echt ophoudt. Uh, kijk, als je, als je een weekje niet werkt, of twee weken niet werkt, dan kom je daarover. Nu zijn we twee maanden verder. Ja. Uh, we weten niet wanneer het stopt. Wat is, is voor de kunstenaars, denk ik, in deze periode de grootste uitdaging? Uh, ik denk de grootste uitdaging is: uh, je moet bewust zijn van wat er gebeurt nu. Je, kan, uh, je gaat natuurlijk niet meer voorlopig niet kunnen verkopen. Mm -hmm. Dus je gaat uh, alternatief moeten zoeken van hoe uh, kan je je werk presenteren naar buiten toe. Dus er zijn mogelijkheden. Mensen die uh, geen website hebben gaan nu wel moeten, weet je. Mensen die geen Facebook-pagina hebben gaan wel moeten. Ja, ja, ja. Anders blijf je, Achter. anders, anders ja, ja, ja. Niet, ken mij je niet. Je ja. gaat daar blijven, dus je gaat dat moeten doen. En zo heb je dan. Uh, 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 ik hoor ook van mensen van, hey, laten we iets samen doen, zodat alle werken ook bij elkaar zijn. Ja. En ook de federatie denkt er zo aan, weet je. Van, we hebben wel een website. Maar ik weet dat Surinamers niet zo vaak op websites gaan. Ja. Dus we moeten iets gaan creëren waarbij. Uh, kijk, Facebook is heel bekend in Suriname. Wat kunnen we doen mm. om daar. En ook de individuele kunstenaars. Ik zeg ze ook van nou, je werk staat er bij Sufo, Sufo de Veiling. Laten we kijken hoe wij dat ook kunnen promoten. Dus dat zijn die uitdagingen die je moet aangaan om te zeggen van hé, hey, uh, uh, ik moet anders gaan denken. Ja. Ik moet gaan kijken van hoe uh, uh, kan ik toch mijn werk presenteren. Op een website of op een, uh, op een Facebook page of een andere manier. Ja. Om dan toch ja, ja. wat te verdienen bij mensen. Maar ook je het jongenboon dat ze nu gaan samenwerken in en crea creatiever worden. Ja. En dan nog, George, jij bent, uh, jij bent zeg maar, professional kunstenaar. Je, je leeft ja, van jouw, ik, jouw hobby. Het, is, het brengt geld in het laadje, dat ligt ja. even stil. Mm -hmm. Heb je het uh, financieel kunnen bolwerken de afgelopen twee maanden? <laughs> Dat moet wel, want je staat hier. Ja, ja, ja. Was het moeilijk? Het was moeilijk. Ik moet zeggen, je voelt het gelijk, gelijk als kunstenaar, weet je. Want uh, het is iets dat je, ja... Uh, ik heb het kunnen bouwwerken door... Uh, omdat ik mijn werk niet alleen in Suriname verkoop, maar ook in Nederland. Okay. En uh, je hebt galleries die daar zijn, die ook het werk hebben. Dus uh, je hebt het ook van je spaarcentjes, snap je dus. Ik ben ook uh, cultuurman. Ik werk ook voor directoraat cultuur. En ja, je probeert op een of andere manier. Uh, uh, je, moet, je hebt ook mensen die ook los van COVID, maar ook andere dingen willen zien. Mm -hmm. Dus wat doe je? Je post bepaalde dingen. Ja, ja. Weet je, want iedereen is zo opgevuld met COVID-19, alle problemen die gebeuren. En mensen willen graag andere dingen zien. Dus daarop speel ik in. Mm -hmm. En dan laat ik. Ja, in een week, misschien twee, drie keren post ik bepaalde dingen. En ik krijg reacties. Ja. En soms hoor je van, hé, hey, is het te koop? Dus zo probeer je dan toch ja, ja, ja. een beetje mensen te interesseren. Maar uh, het is, uh, ik moet zeggen, het, het is toch aardig gelukt. Oké. Okay. Ja. En tenslotte, er zijn wat... Versoepelings? Nee, je moet het niet zo noemen. Ja. Aangepaste de, de, de COVID-maatregelen zijn een beetje aangepast. Maar we hebben praten over versoepelen, omdat men voorzichtig wil blijven. Ja. Die aanpassingen dus zijn er nog niet zoveel. Mm -hmm. Hebben die invloed op je werk of, of uh, bijvoorbeeld de avondklok die is iets wat, iets wat verkort, uh, is naar later gegaan, maar he, heeft dat echt invloed op je werk of uh, is het nog hetzelfde? Uh, het heeft invloed, ook al vanaf de lockdown, want mm. ik werk ook vaak s'avonds. Weet je, dus ik kon niet meer werken. Okay. Ja, dus ik moest... Uh, 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 ja, je moest eerder naar huis. En de afstand naar huis, ja, moet je sowieso een uurtje eerder. Dus uh, voor mij was het echt een... Uh, ja, verademing. Ja. <laughs> ik kan nu langer blijven. Ja, en, okay. uh, weet je, je komt tot reus en... Ja, ik kan nu langer blijven okay. werken. Maar het komt goed met de kunstenaars? Ik denk het wel, sowieso komt het goed met de kunstenaars. Hoe dan ook, het is een situatie waarbij iedereen... Uh, ermee deelt. En wij moeten kijken naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe. Weet je, ook een reetje aan Dus ja. mensen gaan zich focussen op social media, op een op, 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 uh, op website en kijken: van, hé, hey, er zijn andere mogelijkheden. Laten we gebruik van maken. We leven in een digitale wereld. Dus we moeten meegaan. Dankjewel voor je bijdrage, Charles. Het was ja. uh, heel verhelderend. En ja. die kunstenaars zijn creatief genoeg om zich te redden uit deze situatie. Klopt. Veel succes verder. Ja, dankjewel. Charles Struikelblok, ongetwijfeld één van de betere in Suriname, die ook het voortouw neemt op kunstgebied. En hij heeft vandaag zijn ervaring en zijn mening met ons gedeeld in ons ATV COVID-19 update programma. Voordat ik afscheid neem, ja, u mag ervan vervelen, maar ik doe het elke keer, want die maatregelen die gelden nog. En dat zijn de maatregelen van de hygiëne, veel handen wassen, zorgen ervoor dat je dingen ontsmet... De maatregelen van de social distancing. Hou twee meter in acht. En natuurlijk, het is nu ietsje ruimer geworden. Je mag om 11 uur 's avonds thuis zijn. Maar dan nog zegt men: als je niks op straat te zoeken hebt, doe het niet. Blijf lekker thuis. Dat was ATV COVID-19 update van vandaag. Bedankt voor uw aandacht. We zijn morgen terug met een nieuwe aflevering. Goeiedag.